Een dag na de WK-finale in Zuid-Afrika landde het Nederlands elftal onder begeleiding van twee F-16's op Schiphol. De ploeg werd door een kolonne van de luchthaven binnengehaald en kreeg een saluut van de brandweer. Ook de aanwezige pers reageerde enthousiast bij het uitstappen van Marwijk en zijn selectie. Ja, een beetje vreemd om hier te staan nu. We hebben de teleurstelling nog niet helemaal verwerkt. Zoals je 3,5 minuut voor het einde van de verlenging alsnog een WK weggeeft. We hadden veel vertrouwen in de penaltyreeks, zeker de vorm van Maarten Stekelenburg. Dat heeft helaas niet zo mogen zijn. Maar we hebben wel begrepen, we hebben er niet veel van meegekregen, dat er in Nederland wel het een en ander is losgemaakt. Dat we de mensen heel veel plezier hebben gegeven in die afgelopen weken. En we mogen denk ik heel erg trots zijn dat zo'n klein landje toch tweede wordt op een WK. Ja, ik denk dat ik de trainer goed heeft gezegd en verwoord. Gisteren finale gespeeld. Helaas niet gewonnen. Dan niemand iets verwijten in de ploeg. We hebben alles gegeven. Ik ben de laatste minuut. Alleen het heeft niet zo mogen zijn. Ik moet zeggen, ik ben trots op de jongens, hoe zij de afgelopen weken hebben gepresteerd. De hele staf, medisch en de technische staf. En ik hoorde dat we jullie heel veel mooie momenten gegeven hebben. Ik denk dat we daar best trots op kunnen zijn. Dank jullie allemaal voor jullie support.